Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Ryan Meerbeek en ik introduceer de heren Meerbeek en die gaan mij de prachtige Hobby Excellent Edition 64 UWV uitleggen. Ga jullie gang. Dankjewel Ryan voor deze mooie introductie. Ja, we zijn hier in Doetinchem. We hebben een fantastisch caravanbedrijf van meer dan 40 jaar waar we uit de topmerken gekomen. Dan moet je denken aan de merken Adria, Hobby, Vent, LMC, Beachy, Superprogramma. Vandaag willen we een echte noviteit uitlichten, de Hobby. En dat is de Hobby Excellent Edition 64 UWV model 2022. Ik ga u wat leuke highlights van de buitenkant vertellen. Gerrit-Jan, mijn collega, die heeft zich goed ingelezen in het interieur. Dus dan wil je wat van de binnenkant vertellen, Gerrit-Jan? Dat gaan we doen. Nou, beginnen we aan de buitenkant. Kijk, als we hier gaan kijken. Hier zien we die Hobby 64 UWV met de splinternieuwe achterlichten. Mooie ledverlichting is dit. Brede bumper, solide handvaten. Mooie zuilen die omhoog lopen, die achterkant en het dak op een fantastische manier afwerken. Als we hier letten, zien we ook de nieuwe strijping model 22. Die is ook weer in detail aangepast, waardoor die nog vlotter en nog mooier wordt. Het bijzondere is van die 460 UWV, dat is een model met een Frans bed, een rondzit, een grote koelkast en een keuken. En dat alles binnen een lengte van 6,63 meter. Dat is ongelooflijk. Maar mijn collega Gerrit-Jan gaat u daar dadelijk de details van de binnenkant laten zien met het nieuwe interieur. Lopen we hier langs, dan zien we hier natuurlijk de nieuwe deur van Hobby. Dit is de mooie, luxe deur die eigenlijk heel soepel en goed sluit. Echt een fantastisch slot zit erin. Mooi raampje erin met verduistering. Extra opbergvakken erin. Helemaal compleet. Mooie prullenbak. Super solide afgewerkt. Dan komen we hier aan de zijkant. Hier zien we een mooi groot servicesluik. Dit is een servicesluik van een meter breed. Extra breed. En daar zien we een leuke noviteit van ons Limited Edition pakket. Maar daar gaan we daar nog meer van vertellen. Wat overigens nog een mooi detail is, dat een korte periode geleden zijn de nieuwste producties zijn ze gespiegeld. Waardoor nu dus het servicesluik aan de binnenkant van die caravan zit en het toiletdeurtje aan de buitenkant. Wat van binnen ook effectief veel meer ruimte geeft. Als we hier aan de buitenkant komen, zien we nog die echt die mooie stoere neus van die Hobby. Excellent edition. Voorraam erin, ook die mooie anthraciet zuil die erop zitten. En dit is dan een model, hier is weer zo'n onderdeel van ons actiepakket. De BC260 fietsendrager van Enduro. Nu denk je, hé, die dieselpak kan niet open, maar dat kan heel makkelijk, hij is nog schuifbaar. Als ik deze knopjes optil, gaat hij hier los. Kijk, dan gaat hij naar voren, kunnen de fietsen gewoon blijven staan in de bikehouders. Die overigens ook afgesloten kunnen worden. En dan pak ik hier de dieselpak zo, trek hem rechtshandig omhoog. En dan kunnen we hier heel makkelijk bij de spullen die we nodig hebben als ze op de plek aan zijn gekomen. Twee grote gasflessen kunnen erin, de afvalwatertank staat erin. Super solide afgewerkt. Dat zijn een paar mooie details van de buitenkant van het nieuwe model 2022. Nu begeleid ik de camera even naar binnen en Gerrit-Jan, wil je eens even wat van die binnenkant vertellen van het nieuwe model? Kom erin, ja, wij zijn hier maar gaan zitten om even die indruk te krijgen van die totaal nieuwe interieur. Scandinavian look, mooie lichte kleuren, echt nieuw. Dit is dus Hobby Excellent Edition model 2022. Geweldige kasten, kijk naar de vormgeving, maar ook de enorme inhoud die deze kasten hebben. Mooie aftimmeringen om de spullen goed geordend op te kunnen bergen. Gigantisch goed meubelbeslag. Mooi detail is de aluminium rail die hierboven gemonteerd is. Dat heeft Hobby speciaal gedaan om schroeven momentvast te kunnen monteren. Zodat ook bij transport en vakantietrips die kasten echt heel goed op de plaats blijven. U moet weten, Hobby is wereldkampioen kastenbouw en verlichting. Alle verlichting is indirect te zien, maar ook allemaal dimbaar is mogelijk. We zitten hier in een prachtige rondzitgroep. Heel mooi detail vind ik dat met die lichte varianten hier weer gekozen is voor die houtlook. Dat maakt de caravan eigenlijk tijdloos en een interieur is dan ook onbeschrijfelijk mooi. We zitten hier in de rondzitgroep. De tafel heeft wieltjes. Dat is een ijzersterk item van Hobby. Je kan dus heel makkelijk de tafel verschuiven, zodat je daar goed bij kasten kunt. Lades, drie op de rij. Ze hebben allemaal pushlock. Allemaal softclose. Kwalitatief zeer hoogwaardig, geluidloos. Moet u zelf eens in onze showroom komen proberen. U zult snel overtuigd zijn. Naast dat geweldig mooie ladenblok vindt u de grote koelkast. Die koelkast maakt de makkelijke handling heel erg goed mogelijk. Zodat u eigenlijk alles makkelijk kan doen in deze keuken. De kledingkast is ook van een goede maat. In deze totale lengte 6,62 meter wat deze caravan dus heeft. Dat is heel uniek dat Hobby dat zo bouwen kan. En dan één item wat ook belangrijk is. Het gespiegelde bed. Vrij recent heeft Hobby ervoor gekozen om de toiletruimte naar die kant te doen. Bed naar deze kant. Dat is zeer goed bevallen in het afgelopen jaar, omdat de toiletafvaltank dan aan die zijde zit. Dus aan de niet-deurzijde. Hobby heeft het item natuurlijk niet veranderd.
Omdat de klanten zo enthousiast waren over dit item, is het onveranderd in het jaar 2022 verder gegaan. Vooral het interieur is vernieuwd. Nog één keer een view van de camera in dit geweldig mooie interieur. Scandinavian look. De camera draait door, dan komen we bij Mark uit. Die kan nog even iets toelichten van het digitale display misschien. Ja, dat is leuk om te zien. Dat zit hier, die is ook helemaal vernieuwd. Die kunnen ze op een makkelijke manier kunnen ze alles schakelen in die caravan. En wat nog heel mooi is, dat alle nieuwe hobby's van 2022 zijn Hobby Connect. Dus je pakt je smartphone en met je smartphone kun je dus alles regelen rondom die caravan. Met Bluetooth is een heel eenvoudige koppeling. Je hoeft daar niks bijzonders voor te doen. Gaat automatisch en dan zijn zelfs de lampen in het interieur dimbaar. Echt weer een noviteit van Hobby, waar Hobby altijd qua techniek vooruit staat. Op de rest van de merken. Dan komen we even bij een leuk detail van de buitenkant. We hadden dus net gezegd, dus even wat technische informatie. 6,63 meter lang heb je dus al die ruimte binnen, dus alles zit erin. Een lichtgewicht van 1120 kilo. Standaard heeft hij laag vermogen tot 1350. Wij van Meerling bestellen altijd de opties die echt van belang zijn om die caravan ideaal te maken tot een topuitrusting. En dan doen we in dit geval dus ook een 500 kilo as. Heb je dus 500 kilo meer laag vermogen. Deze is uitgerust met een volautomaat mover en dat is een Enduro 505 FL. Kun je daar eens wat detail van vertellen waar je nog voor die mover? Ja, natuurlijk. Die zit hier, de Enduro 505 FL. Die is uitgerust met een waterpasfunctie. Dan kun je dus de caravan waterpas zetten via de mover. Erg geschikt voor dit soort caravans. Deze mover, volautomatisch systeem. Je kunt alles met de afstandsbediening bedienen. En daar zit ook nog de lichtgewicht accu. Die weegt maar 3,5 kilo. Dat is een lithium batterij. Dat is op dit moment het beste wat er is. Hele mooie move gesteld. Dankjewel voor je toelichting. Ja, en dan gaan we verder. Dat hebben we dus voor het kamperen gemaakt dat we er een grote luifelop doen. Een tuurluif met een uitval van 2,5 meter. En dus die asverzwaring en die fietsendrager. Daar komt deze wagen op een totaalprijs van €32.859. En heb je alles. Nou, wij hebben ze weer royaal ingekocht. Dan hebben we wel gehoord de fabriek is uitverkocht. Hè Jan? Fabriek is uitverkocht, maar ja. Kijk op onze website www.meerbeek.nl. We hebben echt een goede voorraad, bieden dat aan als Meerbeek Limited Edition. We denken met u mee, dus het voordeel gaat naar de klant. Deze caravans zijn al te koop vanaf €25.950. Ja. Dan heeft u dus die Hobby All Inclusief formule al helemaal compleet. Kijk één stapje verder op onze website, kijk naar Meerbeek Limited Edition. Dan kunt u geweldige accessoires voor een gunstige prijs opgeleverd krijgen. Mijn collega's hebben er al veel over verteld. Ik denk dat u na het zien van deze film nog even op de website kunt kijken. En dan is het verstandig om naar onze showroom te komen om al het moois te komen bekijken. Die Excellent Edition, aan de buitenzijde een finesse veranderd in 2022, gaat om dit streepje. Maar het interieur is revolutionair gewijzigd. Scandinavian look, mooie frisse kleuren. Zo mooi heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dit is echt een unieke caravan in de Europese caravanmarkt. De Hobby Excellent, 460 UFV, Excellent Edition. Model 2022. Tot ziens in Doetinchem.